Hey, hallo en welkom weer bij een nieuwe video. Ik ben een beetje trots, want ik heb gisteravond een hele leuke e-mail gekregen van iemand die ik in het verleden al eens geholpen heb. Online, zeg maar. En zijn naam is Ricardo. En hij heeft een hele leuke e-mail gestuurd die ik met jullie ga delen, want het is ook heel waardevol en zeker ook de dingen die hij zegt. En ja, ben jij serieus bezig om met jouw lichaam te gaan werken, dan zou ik ook zeker deze video kijken. Ik citeer even zijn e-mail. Je ziet me ook elke keer naar beneden kijken, maar hier staat een laptop. Die zie je even niet in beeld natuurlijk. Maar dan kan ik het even goed voorlezen en dan kan ik die verder even toelichten aan je. Dus, ben jij ook gemotiveerd aan je lichaam te werken? Blijf zeker even deze video kijken. Ik citeer. Hoi Joël, ik heb je eindelijk weer gevonden. Goed dat je een nieuw kanaal bent gestart. Vond het al jammer dat je was gestopt met Bodyweight Workout. Je hebt me veel geholpen toen die tijd en ik weet niet of je me nog herinnert. Maar we hadden een paar keer contact over training en voeding. Ricardo, natuurlijk herinner ik jou nog. En ben ik blij dat ik jou destijds een stukje geholpen heb. En ik moet wel even één ding wegzetten met je. Ik ben niet gestopt met het YouTube kanaal Bodyweight Workout. Maar ik heb me juist even gefocust op een iets bredere doelgroep. En ja, mensen zijn toch iets meer op zoek naar een strakke buik, platte buik, sixpack. Dus daar kan ik veel meer mensen bereiken met mijn trainingen. En dat is waar ik het eigenlijk voor doe natuurlijk. Dus Bodyweight Workout is nog niet gestopt. Trek deze trend weer wat aan, dus Bodyweight Workout. Dan zal ik daar natuurlijk ook wat meer energie in gaan steken. Natuurlijk helemaal goed dat je mij weer gevonden hebt op YouTube. En natuurlijk helemaal bedankt voor jouw superleuke reactie van gisteravond. Ja, en als je deze video over een half jaar kijkt, dan is het nu natuurlijk een stukje later. ik citeer even verder van de mail van Ricardo. Ik heb inmiddels een strakke buik. Trainen gaat goed, nog steeds 3 keer in de week. Voor het ontbijt 15 tot 20 minuten cardio. En dan in de avond krachttraining met wat buik en push-ups oefeningen. Ik kan alleen maar zeggen, Ricardo, helemaal top dat je dit zo oppakt natuurlijk. Daar kunnen veel mensen een voorbeeld aan nemen. En ik ben blij om te horen dat je zo gemotiveerd bent. En dat is, ja, dat is wel een hele goede eigenschap, moet ik zeggen. maar ook niet te vergeten, ik citeer even de e-mail verder. En dat mag ook gezegd worden. Alleen moet ik zeggen dat het op den duur wel begint te vervelen. Soms doe ik circuittraining van 10 minuten met buikspieroefeningen en push-ups en dan 10 minuten op een home trainen en dat doe ik dan 2 à 3 keer. Of met touwtjes springen erbij. Het heeft me echt heel veel geholpen. Alleen wil ik nu ook graag naar de next level. Zou ik eventueel ook wat dingen kunnen doen met dumbbells? Ik heb 2 paar dumbbells gekocht voor 50 kilo per stuk. Of heb je een ander advies om door te gaan naar de next level? Of een extra sessie toevoegen? En ik doe ook nog af en toe nog wat kickbox workouts. Natuurlijk kan ik jou heel veel verschillende trainingen aanbieden. Of een bestaande training zelfs moeilijker maken. Waardoor je nog beter geprikkeld gaat worden of anders geprikkeld gaat worden. En daar ga ik natuurlijk voor jou maar wat aan doen. Ik ga sowieso van de week even voor jou een dumbbell training maken. En ja, ben jij kijker van deze video en heb jij ook toevallig nog ergens op zolder een paar stoffige dumbbells liggen? Pak die en dan gaan we gewoon eens een keertje even met dumbbells trainen. Dat ga ik, dat beloof ik je, Ricardo. Dus bij deze, ik zal zo snel mogelijk een dumbbell training voor jou neerzetten. Maar wel een hele speciale en niet een simpele dumbbell training zoals je dat in de meeste sportscholen krijgt. Dus hou mijn YouTube kanaal in de gaten. maar wat ik eigenlijk heel belangrijk vond, wat je me vertelde, is dat dat het op de duur begint te vervelen. Wat ik ook al een keer heb aangegeven, ook in andere video's en ook bij jou, is dat je continu je lichaam moet gaan prikkelen. En dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. En zoals ik al lees, doe je dat ook op heel veel verschillende manieren. En ik ga jou zeker even op weg helpen en dat zal ik even nog in een persoonlijk berichtje aan je doen. Zodat jij naar de next level kan. Zoals je begrijpt, ben ik natuurlijk net begonnen met sixpack workout. En ja, beginnen we eerst met beginnerstrainingen. En dan gaan we naar licht gevorderd. En dan gaan we gewoon verder en verder en verder. Maar je moet wel begrijpen dat het natuurlijk, en dat is natuurlijk ook voor alle kijkers die deze video aan het kijken zijn, dat het best veel werk is. Kijk, zo'n videootje maken zoals ik dat nu doe,
Je verspreekt je een paar keer of het gaat misschien niet helemaal goed en dan moet je elke keer overnieuw doen. En ook het uploaden bijvoorbeeld naar YouTube duurt echt best lang. Maar dat neemt niet weg dat ik natuurlijk niet gemotiveerd ben, want dan krijg ik weer zo'n fantastische e-mail in dit geval. En dan denk ik, wauw, weet je, we moeten gewoon lekker doorgaan, ik help mensen en dat vind ik, dat is waar ik het voor doe natuurlijk. Ik zie ook dat je af de kickbox workouts doet. Nou, het grappige is dat ik 6 jaar gekickboxd heb en 2 jaar getaibox. En vechtsport is ook een van mijn dingen die ik nog steeds geef. Ik heb ook mijn eigen vechtsportschool. En kickbox workouts zijn natuurlijk heel intensief. En natuurlijk een hele super goede workout om ook die extra calorieën te verbranden. Ik ga dat natuurlijk ook in de toekomst doen. Maar ik moet alles helaas stap voor stap doen. En dat gaat zeker eraan komen. Verder citeer ik nog even verder. Mijn voeding is trouwens in goede staat. Weinig koolhydraten, vanuit brood, pasta, aardappels. Eet veel vis, kip, vlees, noten, groenten, magere kwark, 1 bak per dag. En bij het avondeten heel soms een beetje zilvervlies, rijst, de grootte van mijn vuist. En in het weekend eet ik wel soms wel iets wat brood of fruit en drink ik 1 à 2 keer per week wel een biertje. Maar dat moet ook wel kunnen. Het moet wel een lifestyle zijn en geen obsessie. Nou, dit vond ik echt een fantastische quote eigenlijk. Het moet wel een lifestyle zijn en niet een obsessie. Je ziet het bijvoorbeeld met heel veel diëten. Dat ze je eigenlijk meer op rantsoen gaan zetten. Hè? Dus dat je heel weinig mat, zodat je lagere koolhydraten hebt. Lager je calorieën komt te zitten, waardoor je vet gaat verbranden. Maar wanneer je gaat sporten daarbij, en ook intensief, en wanneer je al veel van mijn workouts hebt gevolgd, zie je dat zij dat deze workouts best intensief kunnen zijn, maar ook kort. Dat houdt in dat je extra calorieën gaat verbranden. En dan kan je best gewoon zo nu en dan een keer een biertje drinken of een ijsje eten of wat rijst eten of wat brood of pasta's. Maar wel alles met mate. En ik heb dat toen als tip aan Ricardo toen meegegeven. En dat heeft hij opgepakt en hij zegt eigenlijk, ik heb nu inmiddels een strakke buik. Dus daar is waar het eigenlijk allemaal voor doen heb. Ik zelf ook hoor, ik eet bijna geen brood, geen pasta's en geen aardappels. Veel groenten en kwark eet ik ook. Ik heb ook een rijst gevonden trouwens waar geen suiker in zit. En die gewoon te koop is bij de supermarkten. Maar wel met wat koolhydraten hè, die wat langzamer worden opgenomen. Dus dat is ook een goede tip. Die zal ik ook nog wel eens een keer met je delen. En dat is best belangrijk. Wanneer je wat wil bereiken met je lichaam en zeker wat vet wil gaan verbranden, ja, dan zal je echt wel op je voeding moeten gaan letten. En dat heb ik als tip toen meegegeven met hem en dat heeft hij toegepast en met succes. En ja, wat ik ook gewoon helemaal goed vond was, het moet wel een lifestyle worden en geen obsessie. Nou, dat heb ik ook toen aan Ricardo meegegeven. Sommige mensen gaan helemaal los, hè, zeker 2 weken en die schrappen dan alles in hun eten. En dan wordt het heel moeilijk uit te houden, je lichaam. En zeker met de cijfers die momenteel in alle kant-en-klare producten zitten, is je lichaam aan het afkikken en dan wordt er eigenlijk snel gevraagd weer. Je vraagt je lichaam eigenlijk weer snel om cijfers en dan wordt het heel moeilijk. Daarom zeg ik ook altijd, het moet een lifestyle zijn. Jij moet ervoor kiezen om gezonder te gaan leven. En dit kan je gewoon op een hele leuke manier doen. Je kan het stapsgewijs opbouwen. Maar het moet inderdaad geen obsessie zijn. Je moet niet voor de spiegel gaan staan. Ah, ik moet nu nog harder gaan trainen en denken bij jezelf, dan bereik ik veel meer mee. Nee, het moet een lifestyle zijn. Je moet gewoon van jezelf een besluit nemen en zeggen van hé, ik snap dat er in heel veel kant-en-klaar maaltijden heel veel suiker zit waardoor ik dikker kan gaan worden. Ik drink te veel cola of Red Bull, whatever. En ik snap dat ik daardoor dikker kan worden. En zeker wanneer je wat ouder gaat worden, als je wat jonger bent, dan slaat dat vet, overtollig suiker, wat je niet verbrandt, zo noem ik het altijd, slaat op je buik. Voornamelijk bij de mannen en bij vrouwen is dat op buik, heupen en benen. Dus ik vind het een hele goede quote van Ricardo. Het moet een lifestyle worden en geen obsessie. En daar ben ik dankbaar voor dat je het met mij gedeeld hebt.
Verder zegt hij, hoop dat je me verder kan helpen en echt bedankt dat ik voor jou als advies al zo ver bent gekomen. Nou, dit is natuurlijk helemaal super. Ik ben blij dat je met mijn advies aan de gang bent gegaan en dat je zo ver bent gekomen. En dat ben ik gewoon super enthousiast mee en dan motiveert mij dat natuurlijk weer om veel leuke video's te maken. Voor jou als kijker, je kan uit deze e-mail ophalen dat dit een gemotiveerd persoon is. Hè? Dus Ricardo is super gemotiveerd, treedt er hard voor en met succes. Hij let op zijn voeding en doet ook af en toe gewoon eens een keer lekker biertje drinken. En dat moet ook gewoon kunnen. Even kort nog, ik ga sowieso een dubbeltraining creëren, maar wel in een beetje in mijn stijl. En wat ik al zei, dat wordt een hele andere training dan dat je misschien op een sportschool ooit gedaan hebt. En dat ga ik zeker van de week even afronden. En die zet ik natuurlijk ook op YouTube. En dan ben jij misschien als kijker, kan daar ook mee aan de slag. Ik ga nog proberen om eventueel een dumbbell, mocht je geen dumbbells hebben, dat ik dat ga vervangen met iets anders wat je misschien gewoon thuis hebt liggen. En dan moet ik even over nadenken. En dan ga ik daar een hele leuke, nieuwe, waardevolle video van maken. Ik kan alleen maar zeggen, jij als kijker, super bedankt voor het kijken. En jij, Ricardo, ik hoop dat ik aan je wensen heb voldaan. En dat ga ik ook nog zeker doen met de nieuwe dubbeltraining die ik binnenkort ga presenteren op YouTube. Nou, super bedankt voor deze vraag. En ik kan alleen nog maar zeggen, tot de volgende keer bij een nieuwe video van sixpackworkout.nl.